Het Dutch blackballteam mag meedoen aan het EK op Malta. Maar hoe bereid je je voor op zo'n EK en hoe wordt er bepaald wie er mee mag? Ik ben uitbater van Sportcafé Schaarsbergenveld. Daarbij ben ik dit jaar verkozen tot bondscoach van het Dutch blackballteam. En daarvoor ben ik ook hier waarvoor we in Malta een EK gaan spelen. We gaan met drie teams gaan we dit jaar. We gaan met een A en een B team. En dan gaan we nog met een seniorenteam waarvan Dave hier de teamcaptain is. Die mij ook hier en daar met alles ondersteunt. Dus we gaan dit jaar voor het eerst met een seniorenteam naar het EK. We gaan met drie teams naar het EK. Dus daar zijn we, ja, we zijn volop bezig in de voorbereiding. En we zijn heel enthousiast. Achter is op dit moment ons rankingtoernooi gaande. We hebben ongeveer één keer per maand hebben een rankingtoernooi. Dit is rankingtoernooi nummer 42. Dat is een van de maatstaven die wij gebruiken om te kijken hoe de spelers ervoor staan. Je kunt op het toernooi kun je wat geld verdienen, maar vooral ook punten. En in de competitie kun je punten verdienen, hier kun je punten verdienen. En zo houden wij onze ranglijst bij om te kijken wie zich voor welk team gaat plaatsen. Het doel van die ranglijst is om te kijken waar je staat en uiteindelijk naar die internationale toernooien te gaan. Hè. Als blackball hebben we een van de weinige poolsporten hier in de buurt. Heb je echt hele grote internationale toernooien, EK's, WK's, Nations Cup, waar wij als Dutch Blackball Association naartoe mogen. En ja, de mensen die daar aan geïnteresseerd zijn, ja, die komen naar deze toernooien om zich te plaatsen voor die toernooien. Als er zijn meerdere lokalen waar ook een blackball tafel staat. Maar hier staan er constant vier opgezet. Wij zijn dan ook toplokaal van de association. En inderdaad, de jongens komen hier regelmatig oefenen. Nee, daar zit de wedstrijdleiding. Die maken even uit wie tegen wie speelt, die roepen het om. En dan kunnen de mannen aan tafel komen en beginnen met spelen. Ik ben de teamcaptain van het A-team. Dat is de vijf beste spelers van de ranglijst bij de DBA, de Dutch Blackball Association. En ik ondersteun eigenlijk de bondscoach in het hele gebeuren richting het EK, maar ook tijdens het EK. Het spel wat vrij bekend is bij vooral ook recreanten, dus die wel eens op een avondje in het weekend gaan poelen. Dat is dat daar vaak met halve hele ballen gespeeld wordt en een zwarte bal die je dan als laatste moet potten en dan win je de partij. Dit wordt met gele en rode ballen gespeeld en zwart en eigenlijk is het in principe qua doel hetzelfde. Dus je moet dan uiteindelijk moet je de zwarte maken om te winnen. Alleen dit is een kleinere tafel. Dat betekent ten eerste dat een kleine tafel kun je gewoon veel makkelijker plaatsen overal. Die kun je in de cafés plaatsen, maar ook bij jou gewoon thuis in de woonkamer. En zo'n hele grote tafel, wat de meeste mensen kennen, die kun je nergens plaatsen. Dus dit heeft veel meer potentie om te groeien. En daarnaast de regels, die maken het eigenlijk veel leuker voor juist de recreanten om ook uiteindelijk een potje te kunnen winnen. Er is een regel die eigenlijk bij dit spel bepaalt dat als je bijvoorbeeld je laatste seriebal maakt en zwart, dan ben je ook gewonnen. En dat is natuurlijk bij de andere spellen is dat niet. Maar ja, wat betreft regels, als ik echt moet gaan uitleggen wat de regels zijn, dan zijn we hier, over een half uur staan we hier nog te interviewen. Maar ik denk wel dat recreanten, als die echt dit spel zullen gaan spelen volgens de regels, dat ze dit een heel leuk spel vinden. Het EK dat is dus ook op deze tafel met meer dan 900 spelers vertegenwoordigd in Malta dit jaar. Van origine is het een Engels spel dat al eigenlijk vanaf 1906 gespeeld wordt. Dat zijn ook echt sterke landen. Dus als je het hebt over Engeland, Ierland, Schotland, dat soort landen die spelen dat gewoon al. Dat is bijna een soort van volkssport daar. Op dit moment de snelst groeiende keusport ter wereld. En ik denk ook, zoals ik net al zei, omdat het gewoon een kleine tafel is wat je relatief overal kan plaatsen. Maar ook omdat heel veel spelers veel makkelijker op een kleine tafel kunnen spelen dan op een grote tafel, is het gewoon heel aantrekkelijk voor spelers. En de Dutch Blackball Association is eigenlijk de enige organisatie hier in Nederland die spelers mag uitzenden naar EK's, naar WK's, allerlei internationale events. En ook spelers die dit spel gewoon hier al spelen, die gaan ook heel vaak bijvoorbeeld naar België of naar Frankrijk, waar gewoon hele grote toernooien georganiseerd worden. Dus het is eigenlijk voor iedereen is het gewoon heel interessant, voor zowel de topspeler als de recreatieve speler.